Christelijke muziek, crescendo van Drachten wat op zich naar een Nij repetitielokaal. De muzikanten zitten nu in de Jedere Rabobank onder Borgamaster Wuitenwaai. Maar op dit plak komt Squalemie en de Friese Poort. De nee is heel heeg op dit moment. Wij hebben treimaatien uh, dat wij eruit moeten uit dit pand, pand hebben nu uh, de stenen. En, uh, nou, wij kennen dit orkest, maar dit alleen wat wij hebben, we zitten nu op een dik 11 Wij leden. van ongeveer 60% jeugd. Die kennen het op de dik. Maar de muziek dat, dat is absoluut onmogelijk. Crescendo bestaat al meer dan 100 jaar. De vereniging had in die tijd op verschaten plakken in drachten zitten. Loinga zit zo'n 94 bij het korps en moest al nog een keer verhuizen. Wij vinden met dit Club dat wij nog wel eens een keer een pand hebben. Verder komt dat, zien je hier dat wij een goed onderdak hebben. En een kachel. En dat hebben we bij Marcel een goede heren kunnen. Jozef, ja, je hebt ook de kachel, want het is hier altijd goed. Ja, dat kan je nou ook merken, het is hier 10 nu is de boete dan net in je schaat. Maar toch naast maar in de winter, dan maak je taxi zien van, uh, ja, dan is het gewoon net te dwang om hier maar van die gewone kegels te zien te zitten. Dus uh, en dat zoek ik al heel wat werk, dat wij een mooi pand krijgen, maar een heerlijke warme kegel erbij. De lezen kansen in kwalmend en cherken en ik papodium iduna had mogelijk rondte. Alle opties werd ik onderzocht en uh, ik ben zelf heel erg positief dat het wel de goede kant op is. De muziek van Crescendo verstomt net? Nee, absoluut niet. Die wordt alleen maar sterker.